Er komen steeds meer zonneparken in Nederland. Sterker nog, Nederland heeft de meeste zonnepanelen per inwoner in Europa. Een goede ontwikkeling om de doelstellingen van de energietransitie te behalen. Het realiseren van zo'n zonnepark begint bij het design. En dit begint op zijn beurt met de juiste software. Kim Eijkmans van Virto Solar legt ons uit hoe dit zit. PV-design software speelt een heel belangrijke rol bij de aanleg van grote zonneparken en dus ook de energietransitie. Door repetitief werk te automatiseren kunnen engineers veel sneller hun projecten en tekeningen en berekeningen gaan uitwerken. Verder hebben ze ook de mogelijkheid om te gaan experimenteren en creatieve oplossingen te vinden. Door één platform aan te bieden vermijden we dubbel werk en gaan we ook connecties leggen naar third-party software. Zoals eerder vermeld, speelt snelheid en kwaliteit een belangrijke rol. Voorheen werd er vaak manueel gewerkt met vastregels en dat leidde tot foutieve tekeningen en berekeningen. En dat zorgde dan weer voor vertraging op de werf, waardoor de projecten te laat werden opgeleverd. Met onze software kun je ook ballastplannen, berekeningen maken, je kan legplannen creëren en automatiseren. Verder worden fouten verkleind en met de juiste toepassingen ga je minder vertragingen oplopen en daardoor eigenlijk de transitie naar hernieuwbare energie versnellen. Er zijn meerdere toepassingen mogelijk in ons softwaregamma. We hebben een CAD-plugin die dat eerder bedoeld is voor grotere installateurs van grondgebonden en daksystemen. Verder kunnen er ook nog Agri-PV, Floating-PV en Carports mee ontworpen worden. Wie het toch eerder laagdrempelig zoekt, hebben we ook web-based applicaties bedoeld voor montagesystemen, groothandels en leveranciers. Verder heb je geen 3D-kennis nodig. En ja, kortom, zowel grote als kleinere spelers hebben baat bij automatisatietools. Een voorbeeld waarbij VirtoCAD is gebruikt is de zonnepaneelinstallatie bij Chocolaterie Verleijen. Op basis van de software is hier de installatie gerealiseerd en geplaatst door iZen Energy Systems. Eenmaal het project is toegewezen, dient het project juist in kaart gebracht te worden. Dit kan onder andere met behulp van drones om het 3D-model te maken. Daarna wordt het verder gezet in onze software. Voor ons is het cruciaal om zo snel mogelijk de juiste materiaallijst te hebben. De software helpt ons bij de engineering van een project, waardoor we zo snel mogelijk de materialen kunnen bestellen en het project van start kan gaan. In dit specifieke project heeft de software geholpen om rekening te houden met de windmolen die naast ons staat. Zo hebben we aanpassingen kunnen doen aan het stringplan, waardoor de opbrengst van de installatie gedurende het hele jaar zo optimaal mogelijk is.